Guy, ja, het is een tijd geleden dat we jou op KSV Temse nog gezien hebben. Wel, ik kom weinig op KSV Temse omwille van het feit dat ik nog altijd mijn zoon volg, die destijds bij KSV Temse gestart is met voetballen, maar dan een heel parcours heeft afgelegd en die heb ik dan blijven volgen. Voor alle duidelijkheid, jij bent hier al een hele tijd, hè, want ik heb begrepen dat jij nog maar 10 jaar was als je bij Temse was. Wel, ik ben hier in de Schoolstraat geboren. Mijn ouders woonden hier 100 meters van het terrein en als jonge gast kropen wij over de golfplaten en kwamen wij voetballen op KSV Temse. En wij zijn in de voetbal aangesloten geweest, destijds op 10-jarige leeftijd, 11-jarige leeftijd. Omdat er dan geen premien of geen duiveltjes bestonden, begonnen wij bij de knapen. Ja. En dan heb ik de carrière in KSV Temse doorlopen tot mijn jeugdcarrière tot mijn 16. En ik verjaar in september. Ik verjaar in september, op 9 september verjaar ik. En dan op 12 of 13 september was een zondag, werd ik in de eerste ploeg gedropt van trainer Waterings. Waterings was afkomstig oorspronkelijk van Zeelen, maar woonde in Antwerpen en was speler geweest bij Beerschot. En die was hier onze huidige trainer. En toen destijd was het voetbal niet wat het nu is natuurlijk. Speelden wij met KSV Temse in de eerste provinciale. En de ploeg draaide niet zoals het moest. En wij hadden een enorme goede lichting scholieren. En daar was ik één van die lichting. En er zijn er 7 of 8 doorgebroken destijds in de eerste ploeg. Maar daar hield het voor jou niet op, heb ik begrepen. Want dan ben je ook verder doorgegaan op ander gebied. Wel, op mijn 26e heb ik toch Temse verlaten. Ik heb dus 11 jaar in de eerste ploeg gespeeld. En op mijn 26e heb ik Temse verlaten. Ben ik naar Kruibeke gegaan. Waar ik nog 2 jaar in de eerste ploeg heb gespeeld. Maar beroepshalve kon ik het niet meer opbrengen om de trainingen te volgen en 's avonds terug uit mijn zetel te kruipen om in de kou te gaan staan. Dan ben ik ook, maar om ook, en dat zeg ik eerlijk, omdat ik te weinig karakter had. Want anders had ik misschien verder geschopt. En dan heb ik maar de schoenen aan de haak hangen. Maar niet voor lang, want hier was een bekende veteranenploeg die mij vrij snel inlijfde. En waar ik dus 10 jaar aan het uitbollen geweest ben, waar ik 10 jaar blijven voetballen ben tot mijn 38. Bestuur gezeten. En dan ben ik via de veteranen van KSV Temse, ben ik in het jeugdbestuur gerold van KSV Temse. Ondertussen was mijn zoon dus al geboren, was hij al actief in de voetballerij. Maar die is vrij rap op Temse weggegaan, die is naar Sporting Sint-Niklaas gegaan en dan ook een heel carrière uitgebouwd met veel ups, maar nog meer met downs, omdat hij veel problemen gehad heeft met zijn knieën en met zijn lichaam. Maar ik ben persoonlijk altijd blijven komen kijken. De moment dat ik vrij was, kwam ik naar KSV kijken. Ook de slechte periode of de mindere periode in de eerste provinciale. En dan hebben wij natuurlijk de periode meegemaakt van Mark van der Linde en dat de ploeg in euforie leefde. En dan zijn we naar bevordering gegaan en nu zitten wij in derde. Waar wij ons volgens mij wel dit jaar gaan handhaven. Want ik vind wel dat we een ploeg hebben om in derde nationale te blijven. Surtout als de ploeg het niet moest doen, het bestuur zeker en vast. Met alle respect voor onze voorzitter, want daar hebben we nog samen mee op de vergadering gezeten. Hè. Tot slot, wat vindt u van de huidige werking van KSV Temse? Want er waait een nieuwe wind doorheen de club, denk ik. Wel, daar ben ik te nauw voor bij betrokken om daar echt een idee van te hebben. Maar als ik zie, ik kom dus nog, zoals ik er juist gezegd heb, regelmatig naar de thuiswedstrijden kijken. Als ik zie hoe ze het aanpakken, als ik zie hoe dat, we hebben een nieuwe kantine nu, een nieuwe tribune. Als ik zie hoe dat ze vooruit willen en hoe dat ze gedreven zijn, hoe dat ze organisatorisch, want vroeger waren ze beperkt van middelen, maar ook beperkt van hulp van mensen die ons kwamen bijstaan. En nu zijn ze wel goed omringd om er iets deftigs van te maken. En ik denk wel dat wij op de goede weg zijn. Ik ga je nog een extra slotvraag stellen. Dit week is in de pers veelvuldig doorgegeven dat er diverse derde nationalers
zullen moeten stijgen naar tweede nationale met de licentieproblemen. Wat denkt u, is Temse toekomstgericht kandidaat tweede nationale? Wel, iedereen weet dat tweede nationale een vergiftigd geschenk is. Dat weet iedereen. Belangstelling, 1000 mensen, 1500 mensen, daar kun je geen profproef van leiden. Dat is onmogelijk. Daar moeten ze op de bond een andere oplossing voor vinden, want dat is onmogelijk van een profploeg op poten te zetten als je maar belangstelling hebt van 1000 mensen. En als het altijd maar moet komen van mensen die er centen willen insteken, de financiële wereld die zegt ook wel eens op het moment stop. Trouwens, het is niet alleen voetbal dat de dag van vandaag geld opeist. Het is volleybal, het is basketbal, het is de jeugd die wil zwemmen, het zijn de verplaatsingsonkosten, het is allemaal vroeger in onze tijd, moeten we eerlijk zeggen, wij kregen 500 frank en wij werden in het zwart betaald. Hè. Maar nu is het uitgesloten om nog in het zwart te werken en het moet allemaal officieel gebeuren. Chapeau voor de mensen die het nog kunnen runnen en willen runnen en het klaar krijgen om een club op poten te houden, want dit is toch hetgeen dat de arbeiders en de mensen van de straat, de man van de straat, erachter vragen. Hè. Voetbal zaterdagavond, voetbal zondagmiddag, jeugdvoetbal, dat is toch hetgeen dat de mensen appreciëren. Hè. Dat is een ontspanning voor de mensen. Hè. En anders lopen de kinderen toch maar op straat. Hè. Je moet ze proberen actief bezig te houden. Maar ik zeg het, financieel zal het natuurlijk een zware dobber zijn. Hè.